Bij de Boezemmolen nummer 6 in Haastrecht praten we met dierenarts Marinus van der Weijden. Beste kijkers, hartelijk welkom bij de Waard op straat. En we zijn net aan komen rijden met de Deuxchevo. En die is van Marinus van der Weijden. Marinus, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Je bent gezelschapsdierenarts. En dan vraag ik me af, is dat nou precies hetzelfde als een gewone dierenarts of zit daar nou nog verschil tussen? Nou, ik houd me bezig met gezelschapsdieren. Dat zijn dieren die jou en mij gezelschap houden. Okay. Bijvoorbeeld hond, kat, konijn, cavia, vogel, vis. En koeien, paarden, varkens, geiten, boerenkool, die horen daar niet bij. Okay. Dat zijn de dierenartsen voor paarden en dierenartsen voor zogenaamde de veehouderij. Dus voor de landbouw, huisdieren. Ja, dan vraag ik me toch af, je hebt het over een vis. Wat doe je dan met een vis? Nou, naar kijken en zoenen. Zoenvissen bestaan ook. Zoenvissen? Nee hoor, die zoenen nee, tegen maar, een glas. Kan je bij een vis nog wat doen? Of ja. Gooi hem in de groenbak? Nee, er zijn speciale vissendokters ook. Ja. Dat toch wel? Kooikarpers. Er zijn kooikarpers die groot zijn en waardevol. Zowel qua echte waarde van mens tot dier als financieel. Dus nee, daar wordt aan geopereerd zelfs. Oké. Okay. Ja. En komen er nou veel mensen naar jouw praktijk met beesten? Mankeren die altijd wat? Nou, gelukkig wel. Gelukkig zijn dieren af en toe wel eens ziek. En heel vaak proberen we ze natuurlijk ook gezond te houden. Dat noemen we preventieve diergezondheidszorg. En de therapieën, en we kunnen diagnostiek doen. Maar er komen heel veel mensen die een ziek dier bij zich hebben. Ja. Ja. En is het over het algemeen een hond of een kat? Of zijn het ook andere vaak beesten? Honden, vaak katten. Regelmatig konijnen, ook regelmatig cavia's. En af en toe wat vogels. Ja. En dat doe je al heel lang, dat werk. Zo lang. Ja. En zo leuk. Dat is toch, het blijft leuk? Het blijft leuk, ja zeker. Is er nooit gedacht van, joh, had ik maar mensen geopereerd of zo, misschien ook leuk. Of maar beesten veel leuker. Nou, het leuke van een dierenarts zijn is dat je contact hebt met mensen en met hun dier. Hè, je bent eigenlijk een soort kinderarts, hè? Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Ja, dierenarts spelen is heel erg leuk. Ja, dat is echt een leuk vak. Ja, je rijdt ook vaak in je Deuxchevo, maar je doet nog veel andere dingen natuurlijk. Ik heb je zat keren hier gezien op de kerstmarkt als kerstman. Ook ja, dat hebben we. En we staan hier bij... Joho, ja. We staan hier bij een heel mooi natuurgebied. Daar loop je ook heel vaak rond. Ja. Ga je dan voor de vogeltjes die daar vliegen of gewoon om je hoofd leeg te maken? Oh, ja, het laatste is voornamelijk erg belangrijk, maar de vogels die zijn heel belangrijk daarbij. Ja. Gewoon lekker een frisse neus en even goed bewegen. Ja. Dat heb je gewoon wel eens even nodig met het werk. Dat hebben we altijd nodig. Ja. Ik sta de hele dag binnen te werken, dus dan moet ik naar buiten. Ja, dat is gezond. Is het ook vaak met die beesten dat je ook beesten moet opereren? Of is het meer een pilletje en een drankje? Nee, het is een combinatie van. Dieren komen binnen met hun eigenaar, proberen erachter te komen wat het probleem is. En dan doen we ook een stuk diagnostiek, röntgen, echo, bloedonderzoek. Nou, soms moet er geopereerd worden, soms niet. Soms kun je met een pil, een antibioticum of een pijnstiller behandelen. Ja, en heel vaak gaat dat goed, maar het gaat natuurlijk regelmatig niet goed. Hè? Okay. Of dieren zijn heel erg oud en dan zijn ze aan het eind van hun leven. Of kunnen niet meer behandeld worden. Ja, nou, laten slapen niet, want dan word je weer wakker. Nee, dan laten inslapen. Ja, inslapen. Ja, nee, maar goed, dat is altijd een misverstand. Het woord inslapen geeft bij kinderen veel misverstanden. Dus nee, dan beëindigen wij het leven. Ja. Ja. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik vroeger met mijn kater zeg maar, naar de dierenarts ging. Dan moest hij gecastreerd worden, maar dat vond ik best wel een beetje zielig gebeuren. Want dat was binnen zo gebeurd. Hij werd volgens mij geen eens verdoofd. Oh, dat is dat nog steeds zo? Ik denk dat wij er allebei over eens zijn, Gert, dat dat geen fijne gebeurtenis is als het onverdoofd gebeurt. Nee, dat gaat tegenwoordig onder een volledige narcose, anesthesie. Okay. En dan halen we de balletjes heel voorzichtig met een klein sneetje weg. Okay. En een goede pijnstilling. En dan krijgen ze nog 5 dagen pijnstilling na de hand ook. Ja. Dus wat dat betreft is de tijd wel een beetje veranderd. Tijd is zeker men veranderd. Denkt toch ook een beetje goed aan het dier. Zeg maar. Nou, vroeger was het inderdaad zo. Ze werden in een jute zak gedraaid. En onder de arm. En zo. En ja, nee, dat doen we. Nee, die tijd is gelukkig voorbij. Ja. Oké. Okay. Zijn er verder nog dieren dat jij zegt van nou ja, die krijg ik niet zoveel in mijn praktijk. Die zou ik wel eens willen behandelen. Nee, als ik dieren niet vaak in mijn praktijk krijg, kan ik ze niet goed behandelen. Dan heb je de handigheid niet, zeg maar. Nee, en ook de kennis niet en de kunde niet. Het is juist heel aardig als je... ik zie heel veel honden, ik zie heel veel katten, ik zie heel veel konijnen. En het is, daar is voldoende kennis over. En het is dan een hele gedoe om al die kennis en kunde gewoon up-to-date te houden.
Dus dan is het niet handig om af en toe een dier te behandelen. Nee, daar zijn specialisten voor. En dan kunnen we die dieren weer verwijzen naar die specialist toe. Ja, nog één vraagje, want we zitten rond de vakantietijd. Krijg je dan ook nog een keer gevallen dat men zeg maar zomaar een hond ergens neerzet, omdat men op vakantie wil en ze moeten er vanaf en ze denken, laat maar staan de beest. Nou, dieren worden natuurlijk regelmatig bij asiels gebracht. Echt een hond ergens neerzetten. Ik geloof dat niet zo heel vaak meer gebeurt, maar ze worden wel regelmatig gedumpt bij asiels. En, ja, en dan wordt er gelukkig wel weer een nieuwe eigenaar gezocht. Gelukkig maar. Ja, gelukkig maar wel, ja. Ja. Het is vakantietijd. Ga je nog met die Deux Chevaux een beetje rondrijden in Nederland of ga je naar Frankrijk? Ik ben elke dag op vakantie, Gert. Ik rij elke dag met hem. Oh, kijk, hartstikke leuk. Ik rij ongeveer 12.000 kilometer per jaar met deze Deux Chevaux. Met deze oude dame van 36 jaar. Dus met veel plezier. Hartstikke leuk. Ik wens je een fijne vakantie. Van hetzelfde voor jou ook.